Karel, je beste tijd ooit hier in Tialf, maar geen Olympische ticket. Nee, dat maakt het wel zuur, want ik ben goed. Ik heb alles gedaan om hier heel goed te zijn. Bob was ietsje beter, maar ik denk dat we wel met z'n tweeën beter dan de rest waren. En dat wordt nu niet beloond. Ja, was die wel beter, want volgens mij ging twee keer de wissel niet goed. Ja, ik moest één keer inhouden. Dat kostte mij wat tijd. De tweede keer gewoon net voor hem, maar kon hij achter me. Ja, je kan je best doen om net voor te komen, dan heeft hij windvoordeel. En als je net even wacht, dan verlies je wat. Dus het was beide keren niet fijn, maar dan kwam hij net iets voor in de race lag. Ja, je was uit je ritme. Ja, aan de andere kant, ik kon wel goed omschakelen en weer afbouwen naar 29ers. Ja, ik zeg, het is een goede race, ik ben in vorm, ben goed. Dus dat geeft vertrouwen voor woensdag, alleen het wordt nu nog niet beloond. Ja, geen ticket. Wat ga je nu doen? De 10 kilometer helemaal op concentreren? Ja, sowieso. 1500 hebben we ook nog als warming-up. Maar ik ben goed, ik ben in vorm. En hoe de komende 6 weken naar Vancouver gaan, daar moeten we over nadenken. Ik zou eerst het EK niet rijden, een weekje naar de zon gaan. Maar misschien moeten we dat wel omgooien. Heel pijnlijk allemaal, of niet? Ja, pijnlijk. Het is gewoon niet zoals het de planning moet zijn. En dat maakt het even lastig. Hoop je nog dat de wijze heren zeggen van 1 en 2 van vandaag, die mogen naar de Olympische Spelen? Dat hoop ik wel. Die vrijheid hebben ze wel. En ligt ook een beetje aan hoe ik de 10 kilometer doorkom. Maar in principe laten wij wel zien dat we de beste zijn. Alleen ja, Bob en Koen, andere Bob en Koen hebben geen kans gehad. Maar in principe hebben we ook nog weinig van ze verloren, die jongens. Ja, dat wil ik net zeggen. Die jongens die hebben eigenlijk maar, nou, volgens mij, Bob maar 1 keer een World Cup gereden en Koen maar 2. Ja. De regels zijn zo van tevoren gemaakt. Maar als je gewoon puur naar de feiten kijkt, dan is dat balen. Maar aan de andere kant, ze moeten ook een kans hebben. Ja, ik rijd 4, 5 seconden of 7 seconden naar de volgende genomineerde. Dus dat moet ik over 4 weken nog een keer doen.